gaan het niet over de Koeman hebben. We gaan het hebben over februari vorig jaar. Dat was nog eens een keer een geluksmaand. Toen mocht ik achter en volgens Van Halegem, Gullit en Van Basten interviewen. Wim, dan heb ik je met heel veel liefde eigenlijk en passie over spelers als een Van Gobbel, die je graag mag, een Esaias, die een heel klein contractje heeft bij jullie, Harvey Esaias. Heb je met zoveel liefde over gesproken, jongens die het moeilijk hebben gehad in de jeugd. Robbie Maas, wat je een fantastisch mannetje vindt. Ja. Verdiep je je echt zo in die spelers? Is dat belangrijk voor een trainer? Ja, ik vind het wel. Ja, dat je goed moet voelen van wat hij op dat moment voelt. Dus daarom moet je eigenlijk verdiepen in die spelers, vind ik. Je houdt van ze? Ja, het meest hou ik van mevrouw en van de kinderen. Ja, maar ik merk aan op een bepaalde manier geef ik heel ver om die spelers. Dat probeer ik wel hoor. Hier. Huh? Zo, nou weet je het. Ja, ja. Okay, nee. Het gaat niet zo bijzonder met je bij Sampdoria dit jaar, Ruud. Nee, eigenlijk wil ik ermee stoppen. Eigenlijk. Eigenlijk is helemaal niks met je. Helemaal niks mee. Ik denk dat als Dick me nodig zou hebben. Dick heeft je nodig, dat weet je wel. Dan weet hij in ieder geval wat mijn sterke punten zijn. Dat, ik kan het niet beter laten zien dan dit jaar. Nou, en voor die kwaliteit, voor dat kom ik. En voor anders kom ik niet. Sorry dat je even moet onderbreken voor de kijkersvraag die we wekelijks hebben. Ik heb straks twee filmpjes van twee verschillende voetballers die allebei dezelfde actie maken tegen dezelfde club, tegen Den Bosch. Oh. Moeten de mensen niet alleen naar het resultaat kijken, maar ook naar de uitvoering en de stijl, alles erop en eraan. Ja, ja. Het gaat niet om de goals. Nee, het gaat puur om... De aanval wordt door, via Kraai, met een hoogstandje, maar die aanval levert niets meer op. Het ontbrak Telstar aan bezieling gisteravond. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Kijkt u nog eens en geniet u mee. Welke vind jij mooi? Nou, persoonlijk vind ik die van jou toch wel, die heeft wel wat meer hoor. Er zit wel wat meer in. Hij heeft iets weg van Anton Heijboer met wind tegen. Ja, ja, en dan op zondag met glad ijs. Je hebt een tijdje een spotje opgenomen waarbij je op ongelofelijke wijze van grote afstand een dopje van een fles afschiet. Nou, denk je dat jij de enige bent die dat kan, maar ik kan het ook hoor. Nou, laat maar zien dan. Nou, dat ging goed, Hans. Dat doe je niet slecht. Ah, je wil mij toch niet vertellen dat jij in één keer dat dopje van die fles afschoot? Nou, moet ik het nog één keer voor doen dan? Dus zal ik het dan met links doen ook? Ja, is goed.